Patiënten met eindstadium nierfalen zijn afhankelijk van dialyse tot er een donornier beschikbaar komt. Dialyse is geen leven, maar overleven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Een niertransplantatie is veruit de beste oplossing, maar de wachtlijst is lang. Op dit moment is er een groot tekort aan de nierdonoren. Er is daardoor een lange wachtlijst ontstaan. Wat de Nierstichting poogde is meer donoren te werven, waardoor die wachtlijst uiteindelijk terug wordt gedrongen. En wat dit consortium beoogt is de donoren uiteindelijk die dat oplevert, beter te matchen aan patiënten. De doelstelling van dit project is dat bij patiënten die volgens het nieuwe systeem gaan worden getransplanteerd, er minder kans is op afstoting, waardoor hun nieren langer blijven functioneren. En bij de patiënten die op de wachtlijst staan, dat zij zullen zien dat er een kortere periode is tot aan transplantatie. Op dit moment is het zo dat de matching van donornieren met name plaatsvindt aan de hand van technieken die meer dan 30 jaar oud zijn. Op dit moment hebben wij nieuwe inzichten hoe matching moet plaatsvinden. We hebben veel modernere en sensitievere technieken. We hebben indicaties dat die veel beter geschikt zijn om uiteindelijk tot een goede match te komen. Dit onderzoek gaan we uitvoeren met alle UMC's en alle transplantatiecentra van Nederland. Dat is nodig omdat uiteindelijk heel veel patiënten en donoren willen gaan onderzoeken. Het zijn in totaal 5.500. Dat zijn alle niertransplantaties zijn uitgevoerd tussen 1995 en 2005. Daar is materiaal van opgeslagen in de vriezers. Daarnaast gaan wij alle klinische gegevens opnieuw onder de loep nemen van alle patiënten en donoren daar waar nodig. Zodat we een enorme database hebben van klinische gegevens en laboratoriumgegevens die we aan elkaar kunnen gaan koppelen. En zo tot een nieuw algoritme te komen, waardoor niertransplantaties uiteindelijk effectiever, efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ik vind het een fantastische samenwerking. Ik vind het werkelijk uniek dat alle nefrologen van Nederland die betrokken zijn bij niertransplantatie en alle laboratoriumpersoneel hierbij betrokken is. Ja, dit soort onderzoeken kosten heel veel geld. Het gaat om ontzettend veel patiënt-donorkoppels die we gaan analyseren. Data die moeten worden opgezocht, laboratoriumtesten die moeten worden uitgevoerd. Alles bij elkaar kost het onderzoek 4 jaar en het was niet mogelijk geweest zonder deze hele mooie subsidie van de Nierstichting. Wilt u het werk van de Nierstichting steunen? Kijk dan op www.nierstichting.nl.